Dirk Marcellus, in hoeverre heb jij het idee dat jullie als team nu dat spel wat jullie aan het begin van het seizoen mee begonnen zijn, hoe dat er nou is ingeslopen? Nou, je ziet dat we het idee wat we het begin van het seizoen hadden, dat de tegenstanders er moeilijk mee hebben. En je ziet dat ze nu daarop aan gaan passen. En dus is het aan ons om daar weer een iets andere variant op te gaan verzinnen om ze nog steeds moeilijk te maken. En dat heeft weer wat tijd nodig, dat is weer wat moeilijker, dat is weer wat zoeken. En dat zie je dan denk ik ook in de laatste wedstrijden, dat we wat minder goed ons eigen spel, wat we de eerste wedstrijd konden spelen, kunnen laten zien. Je bent elke keer weer aan het kijken hoe je dat weer, waar je weer verbeteringen aan kan brengen. Dingen die misschien anders moeten, tegenstanders die zich daar ook op een bepaalde manier op gaan instellen. En nou ja, hoe je daar dan weer als team op kan reageren. Dus ja, dat is steeds weer in beweging. Dat is niet dat het nu we spelen een bepaalde manier en dat is het. Dus die ontwikkeling die gaat door. En ja, als je gewoon puur kijkt naar de eerste fase in de eerste 14 wedstrijden, dan is dat een positieve ontwikkeling geweest. Houd je ook scherp, denk ik? Ja, absoluut. Absoluut. Je weet... Je weet dat zij iets gaan doen, je weet niet precies wat, hoe ze het gaan oplossen. Nou, en daar moet je zelf dan weer op anticiperen. En dat gaat soms goed en de andere keer hebben we er wat meer moeite mee. Ik denk dat de wedstrijd tegen Utrecht daar een goed voorbeeld van was. Dat we op het laatst toch op een andere manier dat gingen benaderen. En even ons eigen spel, wat we normaal spelen, lieten varen. En een ander soort spel moesten spelen. Omdat we achter stonden en ook omdat we voelden dat daar mogelijkheden lagen. En dat is natuurlijk heel goed, mooi om te zien dat we die in een wedstrijd dat we dat op een konden omdraaien. Het zijn wel heel belangrijke potten om het jaar goed af te sluiten. En het zou zonde zijn om wat we tot nu toe gepresteerd hebben nu in 2 weken een stap terug in te doen. We willen graag rond die vierde plek blijven spelen. En dat tegen Utrecht een gelijkspel, dat is toch een directe concurrent. En nou tegen Excelsior die wat lager staan, zullen voor de winst gaan. Ja, hoe moet dat? Je weet dat het een lastige wedstrijd uit Excelsior. Dat zijn niet de allermooiste wedstrijden om te spelen. En dat is weer de vraag van hoe gaan zij ons systeem oplossen, ons spel oplossen. Wat gaan zij tegenover ons stellen? En dat wordt dus weer afwachten, aftasten en daarop anticiperen. En wij gaan uit van onze eigen kracht waar we heel seizoen mee bezig zijn. En wat ik zeg, met af en toe een variatie erin. Excelsior is ook een ploeg die... Die organisatorisch verdedigend goed staat. Mitchell van der Gaag staat daar bekend om, dat hij dat goed voor elkaar heeft. Ze hebben veel snelheid voorin, dus ook in het moment dat wij te snel balverlies leiden op zeg maar, gebieden van het veld waar het niet de bedoeling is, dan kunnen ze je pijn doen. En daar moeten we dus goed van doordrongen zijn. En daarnaast zal er veel strijd geleverd moeten worden, want zij komen vanuit een mindere periode. Ze hebben een aantal wedstrijden achter elkaar verloren. Ze hebben vorige week, volgens de berichten en ook wat wij gezien hebben, zijn ze niet tevreden geweest. En hebben daar ook naar buiten toe duidelijk gezegd van dat moet anders. Dus dan kun je verwachten dat er een team op het veld staat dat gebrand is om wat te laten zien.